Minister Bronto Somaharjo heeft kennis gemaakt met de personeelsbond van de Stichting Radio Omroep Suriname, SRS. Dat meldt de communicatieunit van het ministerie van BISA. De bewindsman gaf aan dat in opdracht van president Chan Santokki er geen personeel meer mag worden aangetrokken. De regering zal wel zoveel als mogelijk gemaakte afspraken proberen na te komen. Tijdens de kennismaking merkte bondsvoorzitter Erwin Morgenston namelijk op dat er personeelsleden bij SRS zijn wiens beschikkingen nog niet is getekend. Ook ziet de bedrijfsvoering er niet zo rooskleurig uit. Somaharjo vroeg de bond om geduldig te zijn aangezien de regering pas een maand aanzit. Bondsvoorzitter Morgenstond haalde aan dat conform de statuten de bond ook vertegenwoordigd dient te zijn in de Raad van Toezicht. Echter is dit niet het geval. De bewindsman beloofde dat in samenspraak met vicepresident Ronnie Brunswijk een beleid zal worden uitgestippeld om de SRS tot bloei te laten komen.